Mijn naam is Richard Bowie, ik ben Surinamer. Ik ben hier geboren als de plaats is hier zo aan de Vincentius ziekenhuis 1963, 19 maart ben ik geboren. En we zien dat je bezig bent met een schilderij. En hoe ben je begonnen met kunst zelf? So, het is niet eenvoudig geweest. Het is wel met harde hand moeten formuleren. Want ik ben helemaal terechtgekomen in de gevangenis. En ik heb die actie wat ik van een overtreden van de politie. Systemen. En ze hebben me aangehouden. En daar hebben ze me 6 maanden gevangenisstraf laten afleggen. En dat heb ik in Santa Boma gedaan en het is voorbij natuurlijk, 1978. Dus daar heb ik daar zo leren schilderen van een zekere Atonizan, een Javaanse man die daar zo eerder was opgesloten. En hij had mij ten zijn restjes verf gegeven om te schilderen en hij ging vrij na 3 dagen. Dus ik was zo gelukkig dat ik toch dat heb kunnen vasthouden tot de dag van vandaag. Dus ik ben 1978 tot nu toe als kunstenaar gebleven. En dus, maar eerder deed je niks aan kunst, like tekenen en zo? Nou, dat kwam misschien wel op school een beetje om te tekenen op de school. Natuurlijk, iedereen kreeg schoolles, tekenles op school. Maar dat was niet nog bedoeld om het te worden dat ik een kunstenaar vandaag. Vandaag de datum 2021, dat ik zo ver nu kan schilderen, dat ik dit kan maken. Ik bewonder mijn eigen schilderijen, ze zijn mooi. Ik wil het zelf ook kopen, maar ik heb geen geld ervoor. Dat je weet dat ik bedoel dat. Dus we moeten investeren om deze dingen te laten maken. En dit komt gewoon van een fantasie. En dit komt door hulp van die hele grote Jezus Christus, die mij altijd bijstaat om zulke mooie werken te maken. En het is voor mij simpel werk, maar het is niet moeilijk. Dit schilderij heb ik sowieso al 2 uur erop gewerkt en het is vanaf begin tot nu is het 2 uur werk. Dus ik ga op de 3e uur 3,5 uur moeten werken om het af te krijgen. Dus daar heb ik een heel mooi waterval, een Shula gebied vanuit Palomeu daarachter. En dan krijg je die kampjes daar, watervallen, vogels en zo verder, een mooi natuuroverzicht. En dat is voor mij een heel mooie fantasie die hier allemaal op echt lijkt. Hè. Ga je mooie Indiaanse mensen zien en dan kan je Koreaanse nog erbij. Heb ik gedaan met de kunstbeurs, ook meegedaan in 1992, 1993 heb ik meegedaan met de kunstbeurs. Dus ik ben al lang bezig en het is maar gewoon een werk. Ik vind het mooi, ik vind het een lekker werk. Als je al eenmaal die knoppen kan drukken, dan weet je wel verder kan zitten, want je moet kunnen mengen natuurlijk. Dat is niet zomaar een klein werk dat je gemakkelijk kan maken. Dus je moet ervaring voor hebben. En ik ben het blijven houden tot nu. Het is al hoeveel jaar? Het is niet, het is 43 jaar oud. En geen opleidingen gevolgd, nergens? Toch wel. Ik heb wel toch 1981, 1982 een jaar opleiding gevolgd van de Hogere Kunst van Academie van Suriname. Daar aan de Anton Drachtenweg heb ik daar zo leren technieken kunnen bijpassen van Kaarsters, Ruben Kaarsters, die mijn leraar was. En hij had het altijd goed met mij bedoeld. Dus we waren samen bezig, maar ik moest mijn goede stukken, mijn examenblaadjes dan overbrengen naar school. Van de genderschool naar de academie van de Hogere Kunst en daar onderweg. Ik had mijn 2 handen nog hoor. Ik had onderweg aanrijden, want ik heb die veroorzaakt. Ik heb het niet veroorzaakt. Het was maar gewoon een pech. Ben ik dan in een trendje gevallen en al mijn papieren waren. Mijn examenblaadjes waren dan vernietigd in het pak in het water. Dus doordat ik niet meer ben geweest naar de academie van kunst. Maar ik ben wel ingeschreven, ik ben geregistreerd op kunstenaar van Suriname. Maar ik ben blij dat ik nog kan schilderen en tekenen. Ja, man, dat is wel geweldig. En je hebt je leven behouden, ondanks zo. Dus door alle vallen en opstaan, weet je, daar heb ik het toch. Zeg, ah, niet kan toch, maar dit, zeg je toch. Dat is echt een tegenslag. Maar natuurlijk, u geeft het zelf aan, u had uw 2 handen toen nog.
En u heeft daarna nog een tegenslag gehad, neem ik aan. Daarna ben ik gewoon weg gaan klutsen met vuurwerk in 1985. En kaboom, het is helemaal voorbij. Dat ging maar helemaal in stukken. Zo. En die was gewoon niet meer. Dat is in één seconde, een fractie van een seconde. Als een bliksem was het weg. Hoe ging het daaraan toe dan? Want de motivatie, je denkt van, boy, hoe ga ik verder gaan met iets dat waarvan ik ben gaan leren houden van? Zo simpel is dat. Je moet gewoon blijven geloven dat Jezus altijd met je is bij als je staat. Als je hem maar belooft dat je de tweede stap voor zulke gevaarlijke dingen niet meer doet, dan gaat hij je laten behouden, hij gaat je sparen altijd. En als je het ook goed doet. Kijk, als je jong bent, misschien een kleine man, dan ben je soms een beetje wild en je bent een beetje actief en sterk. Maar ja, die tijden gaan ze zo snel voorbij dat ik straks ook 60 jaar word. Dus ik, na een jaar en zo word ik 60 jaar. Dus was in het leven gewoon groeien als een boom. Je moet je takken behouden, je moet je wortels behouden. Maar bij mij heb ik al een tak verloren. Dus we gaan niet verder met het verliezen van andere dingen. We gaan gewoon verder met onze werk. Dus we gaan niet meer kletsen met geen enkele dingen. We beloven liefde, vrede en eenheid en samen, understanding. En vooruit bidden moet je altijd, maar in het leven moet je altijd God vragen voor iets. Want je kan niet zeggen, je ziet hem niet, daar vraag je, ga je niet willen geloven dat hij naast je staat. Maar hij is er overal, en vooral als je naar hem vraagt, gaat hij je antwoorden. En dan had hij ook in haar komen leven. Ik zag het ook. En hij had altijd je bijstaan. Jezus is altijd mijn voor mijn hart. Hij is mijn herder. En dat is altijd een goede. Ik kan je naar het paradijs brengen. Als je ongehoorzaam bent op aarde. Met al je werken gaat hij je laten zien wat je werken je hebt gedaan op aarde. Als je er niet meer bent. Dus je moet geloven dat hij er is. En je goede werken doen. En dan ga je zien dat je plaats bij hem krijgt. In de hemel, in de eeuwige leven. En ik neem aan dat je in je leven ook andere werkjes hebt. Dus voordat je hebt gezegd van misschien dat je fulltime kunstenaar bent geworden, heb je ook andere baantjes gedaan, neem ik aan. Ja, ik ben van studeren, ben ik van de LTS, de lagere technische school, gewoon elektriciteit gaan volgen. Maar daarna begon ik te spelen. Maar die dingen zijn voor mij helemaal, zijn gewoon weg voorbij gegaan. Dus daar ben ik nu gewoon. Van alle kanten heb ik gewerkt, ik heb in de elektriciteit het bedrijf gewerkt van dingen van intertechniek, ik heb bij SLM gewerkt, ik heb bij GUM Air gewerkt, ik heb ook aan de vliegtuigen dingen, ik hou van avontuur dingen, weet je. Dus ik heb ook houtzagerijs gewerkt, Shell, overal heb ik gewerkt een beetje, ook bij Fabi, Zabito. En ondertussen was ik ook kunstenaar, ik ging gewoon tekenen die bedrijf mensen, ze gaan van hem niet. En voor alle de rokos die je doet naar kunstenaar zijn, dat nou aan Sapiki echt. Maar echt weggestoten, alles heeft me weggestoten naar de kunstenaar. Dan heb ik het kunnen behouden. Dus dan ga ik niet meer in bedrijven werken ofzo. Ik wil eigenlijk mijn eigen bedrijf hier hebben. Of mijn kleine atelier. Ter steun van de sponsor weet ik veel waar het komt. Maar ik vraag soms eraan, maar het wordt helemaal verwaarloosd. Verwaarlozing is ook door omstandigheden, door je moet ver gaan en je moet verhuizen en dit en dat. Dus dan kan je het ook vergeten toch? Dan ga je het vergeten, dan ga je het verliezen, dat is dat niet toch? Ja. Sowieso heb ik natuurlijk alle dingen verloren. Dus ik heb geen enkele kansen meer voor het atelier krijgen. Dus ik heb er geen geloof in. Ik ben gewoon een straat op los door schilderen. Schilderen, kunstenaar. Ik schilder in de Palmertijn vandaag, morgen ben ik hier om derde rijweg, soms ben ik. Hoeveel ben ik? Ik schilder, dat is mijn werk. Ik wil geld verdienen, maar ik wil niet rijk worden. Ik heet Richard Bowie, rich boy. Ik ben altijd in mijn hart rijk. Geld is voor mij geen ding als benadering, bijvoorbeeld. Werk is jouw benadering, bijvoorbeeld. En wanneer je zo hebt geschilderd, dan worden ze verkocht. Zo, deze zijn eigenlijk feitelijk bestellingen, want ik werk niet zo, maar dat is het doek. Maar als die persoon eerder zou bellen voor die tijd, dat iemand het kon vragen,
hoeveel zo'n schilderij kost, dan zou ik die persoon zelf de prijs misschien ook geven. En hij zegt, nou, ik ga het een beetje daar droppen, want het is voor mij duur. Ik zeg, als je sowieso even wacht tot 5 uur, dan kunnen we praten. Bam, er is 5:10, die meneer belt. Hij zegt, ik kom dat schilderij ophalen. Ik zeg maar, dit schilderij is verkocht. Dus dit is weer een bestelling. En vragende, als er weer iemand kan voor die persoon belt, dan kan ik het verkopen voor die persoon. En dan kan ik die andere afzetten wanneer ik voor dat belt. Maar als hij niet belt, dan kan ik gewoon het verkopen. Na hem, ja toch? Dus het is wie eerst komt? Wie eerst maakt eigenlijk. Nee, de klant die het heeft, bestelling, die wacht op zijn tijd. Ik wacht op hem. Als hij gebeld heeft, dan ga ik het niet meer verkopen. Maar als hij niet belt, over die tijd, dan ga ik het ook verkopen. Het leven als straatkunstenaar, zeg maar, hoe is dat? Val je bij Waka? Nou, bij mij is het echt hard hoor. Ik heb zoveel gestruggeld. Ik moest vallen en opstaan van hoe ik de zwerver lief. Ik was ook zo'n zwerver. Ze hebben brommen gestolen, mijn telefoon. Alles stelen ze van mij. Maar je weet te denken dat ja, ik heb maar één aan, dus je gaat opgeven. Nee, geef hem niet op. Personen die dat hebben gedaan, heb ik gezegd tegen Jezus. Doe maar wat je goed vindt voor ze. Ik kan niet helpen, want als ik dan moet gaan... Gaan optreden, dan is het misschien een fout voor mij of een fout voor hem. Maar we gaan niet zomaar in dit soort dingen. Terwijl ik daar bezig ga zijn, dan ben ik liever bezig met mooie schilderijen. Dus dan ga ik weer een nieuwe brom kopen. Dus een telefoon, dus hebben ze gestolen, ik ga niet vechten met die man. Ik ga weer een nieuwe kopen. De politie sluit hem op, hij gaat weer vrij, hij gaat weer mijn dingen stelen. Ik koop weer een nieuwe, ik ga niet vechten voor die dingen. Die dingen zijn aardse dingen. Zorg dat jij ook niet naar mijn lijf komt. Ik kom niet aan je lijf, we zijn gewoon vrij, staat die toch? Dus, maar je wordt toch aangehouden door de politie voor iets anders. Want je hebt het bij mij geprobeerd, maar bij die anderen is het niet gelukt. En hoe is de klantenstroom? Voor een klantenstroom? Nou, zoals ik al zei, als het niet kan verkocht worden voor vandaag, dan maak ik weer eentje. En dan ga ik ze nog spannen, wacht ik op mijn. Klant. Morgen komt wel een klant van me toe. Maar die gaat dit maken en een ander met een huis erop. Dit is van het binnenland, van Palomé. Maar die andere is van een mooi oude huis van Suriname. Daar kunnen we kijken als die klanten morgen gaan komen. Als ze vandaag komen, dan gaan ze eerst bellen, toch? Ja. Dan kunnen ze wel komen. Maar als ze vandaag een bestelling of iemand voor vragen. Want ik moet het morgen leveren, dan kan ik het zelf als verkoper, kan ik wat hebben. Maar nu ben ik gewoon ook tekenaar. Als ik sowieso een beetje ga pauzeren, dan ga ik even vragen naar portretten. Dus dat is ook een kleine inkomen voor mij, zeg ik. Oh, je doet ook portretten, like mensen tekenen. Ja, ik teken ook live portretten voor mensen. Dus ik heb hier geen echte voorbeelden, want ik loop niet met voorbeelden. Ik heb een heleboel verloren door water, overlast. Maar het leven gaat gewoon door, man. We hebben geen probleem, man. Als het geen tekening is, is het een schilderij. Als het geen schilderij is, is het een tekening. Zo blijf ik mezelf opvoeden. Dus als ik het goed begrijp, ondanks omstandigheden heeft hij gewoon veel opties. Heeft hij zelf ontdekt, alle soort van type dingen. Ja, dus dan kijk, als ik nou hier zo bij Palmetin sta, dan zie ik zoveel mooie bomen. Ja, en die bomen, die hebben allemaal van die bloemen, jongens, die bloembootjes, toch? Die palmbootjes. En daarin maak ik ook schilderijen. Dus toevallig heb ik nou niet eentje. Maar ik heb toch genomen dat die dingen wel veel vallen. En dan pak ik ze, dan schilder ik ze, heb ik toch gratis materiaal. En dat is zo'n soort doorvoeding. Door de bomen, dat wat zegt, wat is dus gezet, dat ik toch ervan kan leven. Dit zijn die bootjes van die palmbloemen. En dan maak ik een heel mooi schilderij erop. Misschien een mooie bloem, je weet die paluloes, erop maken. Een indiaan, zo met zo'n mooie tooi. Een heel oude huisje. Kan ook mooie vrouwen tekenen. Je mooie vrouw in een boom. Zapata. Van de kleren. In een boom. Dat alles creëer ik op deze dingen.
Ik moet weten te vertellen dat u bij die stands ook schilderijen heeft staan. Als voorbeelden die daar zo op de muur hangen, zie je, die zijn ook van mijn handtekening. Dit is van Kommerwijn nog. En die andere is van, ook van Kommerwijn, maar verder van Kommerwijn. Dus een beetje verder, het moet eigenlijk een serie zijn, toch? En dit zijn plekken waar u bent geweest dat u in mind heeft gehouden? Ja, dit zijn plaatsen die ik ben geweest die ik nog steeds kan foto. Geheugen, ervan, een fotografisch geheugen. En ik het overzetten op een beeld weer. Ja. Als kunstenaar moet je dan ook avonturistisch zijn? Natuurlijk, je moet ver gaan, je moet in het bos lopen en een kleine bosgraafjes zien. En doorkijken zie je dan een heel dorpje door, iets kleine streek. Holletje daar, dan zie je zo'n grote dorp achterop. Dus dat zijn hier mooie werken die nog steeds hangen in plaatsen van Europa. En daar zijn allemaal mooie schilderijen van. Ik ben internationaal kunstenaar, ze zijn allemaal overal van de wereld. Mijn advies zijn voor mensen die echt gelovig zijn, dat ze weten dat er een God bestaat. En dat je moet weten, als je het goed wil doen, dan moet je 's morgens opstaan. Dat is nooit het schrijven wat je zou doen vandaag. En dan op je knieën bidden. Dat desnoods twee goed komen, of alle drie. Maar dan weet je dat je het goed hebt gedaan. Ga geen fouten, ga niet zomaar ver van je werkplaats, wat je eigenlijk niet hebt te doen, dan ga je daar zo in problemen raken, weet je. Want dan ben je het gaan zoeken, toch? Blijf misschien bij je werkplaats of ga wandelen met je familie. Of neem een mooie kiek met je vrienden, sorry. En doe het goed. Ik heb bijvoorbeeld met drinksopje doen, fit is aan. Maar zorg dat je je werk altijd als een vakman in kwaliteit naar die persoon brengt. Dat je ziet dat je toch moeite doet voor het leven. En voorbeelden geven aan mensen die misschien nog niet hebben geschilderd. Maar dat komt bij iedereen voor een talent. Iedereen heeft talent. Zij moeten het weten als zij het kunnen gebruiken en ook ervan kunnen verdienen. En Wambari teana, wogolukuna kulturu teifei. Tam sabaka gang, de Canada pe wang. Yeah. Hey for it new, go look up new. Kulturu yusu, paste fastratis resbuntu. Unde baniu, sadef arkina niu. Kulturu yusu, paste fastratis resbuntu. Suriname so een hele klan, mako depti hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari. Dat we sreka mama zranang. Beno wa soma,
No habis quari, no habis sari. Yeah, baya Creole, ya fans of Shini. Esha idol in the stance of Ennis. Dambo Taki on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo be gro. Be we la fu as I guess like I go. Be korosi na nga late blow. Yeah. Be ho horde, guia pina follow. Be descapuri e si ya no wolo. Be te dry de ne juki an a dollar. So, so, my name's a biggie, biggie. No, we go ask for luck if the low bubble late. We go arca problema for the smile in the wake and really be sweetie. So long, I'll pay you the West Wing committee. Yeah, drink up a link, make who's telling a praise. Sterker can well want united say way. We can a gemeenschap, we do a roko, maar then a gereedschap. And we the Almighty thanks and praise tak. Tak in the wiki now with that eerste leesblad. We zijn beleefschat. Statistiekes refie overweeg dat. Ja, had je iets teken en je keel gaat. Biet qua door om iets gaat wat je weet dat. Kulturu.com na anjusu wechari. No fake, no joke, ja anjusu prespari. Efu bondru kwa wanda mine kouda ushwari. Ja anjusu nesari, why begin te wanklari. Subscribe and share, make the fans fi arki. Ja weli bu no prati, u api nei parki. Wede tapas trati, ka kwanga i kragi. Ude borei dwen. Aksa falok fai gwanga de steiging. Efu vergelijk ding. U ababo weis dwen. Da uka for weis ding. Go na beleis ding. A problem fa falok na de steiging. Dat bek weta mita falok fu de ta eis ding. Wat upo weri koma fu de koti skei ding. E uku nap den feng. Thanks for its news. Sto look up chi news. Kulturu nyunsu. Paste fast gratis respuntu. Ude baniu. Sadef arkina niu. Kulturu nyunsu. Paste fast gratis respuntu.